Kijk, dat klinkt zo dus. Dus we gaan. Het is alleen nog maar door een raam. Dus dat maakt wel herrie. Maar dat moet ook wel, want je moet dat ook de hele stad kunnen horen, zo'n carillon, toch? Paul Maassen is sinds een jaar bij haar Dier van Breda. En zoals iedere artiest dat doet, vult hij deze functie op geheel eigen wijze in. Het muziekvak moet je toch zelf maken. En zo zie ik dat ook. Ik ga mijn eigen weg. En dat ik dan jonger ben, nou ja, dat hoort daar dan bij. En daar hoort dan dus wat mij betreft ook bij dat je de verjonging opzoekt. Ik pas altijd mijn repertoire aan op wat er gebeurt in de stad. Of wat er gebeurt in het land. Mandela is net overleden, dus dan speel je een Zuid-Afrikaans repertoire bijvoorbeeld. Het is net Sinterklaas geweest, dus speel je Sinterklaas. En nu is het kerst, dus dan zitten er kerstliedjes in je repertoire, vanzelfsprekend. Ja, mensen vinden de kerstliedjes wel heel leuk. Van de andere kant, ik had dat met name met Sinterklaas. Sinterklaas, je hoort natuurlijk overal, Sigrins komt de stoomboot. Dus sommige mensen die zeggen dan van ja, is nou eens even klaar met de Sinterklaasliedjes. Of nu ongetwijfeld ook met kerstliedjes. Ik probeer het altijd wel zo te verpakken dat mensen zich er hopelijk niet aan gaan irriteren. Maar dat is altijd een beetje giswerk. En bovendien, ja, het is nou eenmaal kerst. Je doet dit al een jaar, hoe bevalt het? Het is een fantastisch mooi vak. Ja. Ja, het is gewoon heel bijzonder. Dat is iedere dag, of iedere keer dat ik die toren opga, is dat weer bijzonder. En iedere keer als je aan het spelen bent, besef je weer dat je wel een bijzonder vak hebt. Ja. Geniet jij nou ook iedere keer van het uitzicht? Ja, nee, soms kan je er niet van genieten, want dan hangt er zoveel mis dat je de bodem niet eens ziet. Maar met zo'n dag, als het zo op weer is, ja, dat is mooi. Dat is mooi. En het is ook een mooi centrum natuurlijk, Breda. En dat doet je ook weer beseffen dat je voor die stad aan het spelen bent. Paul is de vierde generatie Maassen die de functie van stadsbeiaardier mag bekleden. Hij nam het stokje over van zijn vader, die in september overleed. Is dit ook een plek waar je toch nog een beetje met hem samen bent? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Kijk, dat instrument is van de stad, dus dat hoort bij de stad. Dus ik vanaf het begin af aan heb ik het ook belangrijk gevonden, hè, toen hij net ook was overleden, dat het gewoon doorklonk. Ja, het is gewoon emotioneel. Kijk, muziek is emotie. En ja, dit is ook. Ja.